Zo'n 40 kandidaten van het omscholingstraject Make IT Work hebben vorige week hun mogelijke toekomstige werkgever ontmoet tijdens de werkgeversmarkt in datacenter The Root van Bytesnet. Make IT Work wordt hier in het noorden uitgevoerd door de IT Academy Noord-Nederland. Kandidaten met een HBO of WO-diploma die zich willen laten omscholen, moeten eerst een streng online assessment halen. Van de 160 geïnteresseerden bleven er in het noorden zo'n 40 over. Die mochten meedoen aan de werkgeversmarkt. Ja, ik krijg echt heel veel energie ervan. En deze dag eigenlijk ook. Ik heb een paar hele mooie bedrijven gesproken. Ja, fantastisch. Ik heb 3 gesprekken gehad en ik heb alleen maar goede gevoelens aan overgehouden. Ja. Ja, het was echt een hartstikke leuk event. Veel energie, goede kandidaten. Onder andere een afgestudeerde archeoloog, een arts, een natuurkundige, een journalist en een taalwetenschapper willen zich laten omscholen tot software engineer. Omdat op dit moment ik merk dat ik toe ben aan een vernieuwing. Op dit moment heb ik een bed and breakfast in Leeuwarden. Ik heb daarvoor jaren in de hulpverlening gewerkt. Daar ben ik vorig jaar april mee gestopt. Pas destijds al eigenlijk wist ik wel, ik wil graag iets in IT gaan doen. Nou, ik werkte als arts en ik merkte dat ik dat niet zo leuk vond. Je wordt ouder, je wordt wijzer, je gaat nadenken van, goh ja, wat wil ik nu eigenlijk? In het noorden zijn honderden IT-vacatures en het tekort aan personeel wordt alleen maar groter. Ja, met alle gevolgen voor dien. Kan zijn dat bedrijven weggaan, kan zijn dat mensen wegtrekken. En het is gewoon goed voor de economie in Noord-Nederland om ervoor te zorgen dat er voldoende goed opgeleid IT-personeel in Noord-Nederland aanwezig is en blijft. Wat zeg maar voor heel Noord-Nederland geldt ook inderdaad bij het CEIB. We hebben een hele mooie ambitie, ook dit jaar weer. En daarvoor zijn we op zoek naar goede ICT'ers die ons kunnen helpen die ambitie te realiseren. Ja, een probleem wil ik het nog niet noemen, maar we hebben zeker steeds meer moeite om vacatures in te vullen. En ook op het gebied van software engineering staan dus flink wat vacatures open op dit moment. Dus ik denk dat het een hele goede manier is, dat het ook de toekomst is om mensen op te gaan leiden. In plaats van dat je ze kant en klaar uit de markt vist. Ja. Er zijn nog veel omscholingstrajecten voor IT'ers. Make IT Work is bijzonder omdat de kandidaten voor een omscholing worden gematcht aan een werkgever. Een goede eerste indruk is dus essentieel. Nou, het viel mij op dat de kandidaten echt heel erg goed voorbereid waren. Heel veel die onze website al hadden bezocht, die al wisten in welke programmeertaal we bezig zijn. Dus ja, ik was echt onder de indruk. Ja. Ik geloof heel erg in de passie en de drive van mensen die erachter zijn gekomen dat datgene waar ze voor gestudeerd hebben niet bij hun past. En dat eigenlijk hobbymatig in hun passie eigenlijk zit in IT. Dat daar heel veel energie op kan zitten, wat wel heel erg gaaf kan zijn voor ons bedrijf. Als er een klik is tussen een werkgever en een kandidaat, dan volgt er een sollicitatiegesprek. Na het tekenen van de intentieverklaring starten de deelnemers op 11 maart met hun opleiding. Dan krijgen ze 4 maand fulltime een opleiding tot software engineer. Dan worden ze dus door ons omgeschoold tot software engineer. Daarna gaan ze 1 maand stage lopen bij de werkgever die ze hebben gevonden. En daarna krijgen ze een arbeidsovereenkomst aangeboden bij die betreffende werkgever. En dat is eigenlijk het project Make IT Work. Het lijkt erop dat de eerste editie van Make IT Work in het noorden uitloopt op een succes. En dat smaakt naar meer. We hebben in de planning om in mei, juni de volgende werkgeversmarkt te organiseren. Waarbij ook andere werkgevers weer aanwezig zijn en natuurlijk ook andere kandidaten. Maar dat we ook gaan kijken van samen met bijvoorbeeld NL Stende, kunnen we een keer een werkgeversmarkt in Leeuwarden organiseren. Kunnen we een keer een werkgeversmarkt in Emmen organiseren. En in Groningen. Dus als het aan ons ligt gaan we dit vaker doen, maar ook op meer locaties.